boven. Onze chef boeken, Michael Korneef. Welkom, Michael. Je neemt altijd twee boeken mee. We hebben nu een schrijfster aan tafel zitten, dus dat is hartstikke goed. Ja. Een nieuw boek en een oud boek. Het oude boek kent ze sowieso, dat denk ik, van Harry Mulisch. Het theater, De Brief en de Waarheid. Boekenweekgeschenk van 2000. Kent u dat? Nee. Des te beter misschien, dan kunnen we er nog mooier over praten. Maar je neemt ook altijd een nieuw boek mee en dat nieuwe boek is... Het is van een Chileense schrijver, Alejandro Zambra. Het is een debuut. Het heet Bonsai. En in Chili is hij daar al mee overladen met prijzen. En in Nederland is het dit jaar uitgegeven bij Karaat. En dat is een nieuwe uitgeverij. Dat zijn dit jaar begonnen en hun eerste... Ze hebben twee boeken nu uitgegeven en dit is een van de twee boeken. En zij hebben een beetje als doel van wij pakken die boeken die anderen laten liggen... waarvan wij het idee hebben, die moeten toch wel voor het voetlicht gebracht worden. Dus dat is een heel leuk initiatief. En terecht dus ook bij dit boek? Ja, vind ik wel. Want we nemen... Vergelijk altijd boeken met elkaar, hè, omdat ze het thema overheen hebben. En dit keer hebben ze niet een thema overheen, maar het gaat veel meer om vorm. En zeker bij dat boek Bonsai is het de vorm van het boek maakt het ongelooflijk leuk en spannend en ook verbazend om te lezen. Want het verhaal is vrij eenvoudig. Het gaat over twee studenten, een jongen en een meisje, Emilia en Julio, die leren elkaar kennen tijdens hun studie. Spaans, worden verliefd, beleven een redelijk stormachtige romans. Dat gaat voorbij en zij pleegt op een gegeven moment zelfmoord. En dat is het gegeven, het verhaal. Maar wat het nou zo ongelooflijk knap maakt, is dat je halverwege het boek zit hij een beetje in zak en as. En hij heeft Spaans gestudeerd en krijgt een opdracht om de redactie te doen van een boek van een bekende Chileense schrijver. Nou, hij is helemaal blij. Hij heeft op dat moment een andere vriendin, Maria. En hij zegt tegen haar, nou, ik mag dat boek vertalen. Nou, hij is helemaal blij ermee. Totdat hij te horen krijgt van de opdracht gaat niet door, want je vraagt te veel geld. En hij wil dat niet vertellen tegen die Maria. Hij ziet dat als een soort gezichtsverlies. Dus wat gaat hij doen? Hij bedenkt, weet je wat, ik ga gewoon zelf een verhaal schrijven. En dan doe ik net alsof ik bezig ben met dat verhaal van die Chileense schrijver, van die bekende schrijver. En dat verhaal wordt eigenlijk het verhaal wat je zelf leest. Alleen dat heb je aan het begin dus nog niet door. Dus je wordt voor de gek gehouden als lezer. Eigenlijk word je als lezer dus voor de gek gehouden. In het begin denk je, nou, dat is die liefdesgeschiedenis. En ineens denk je van, nou, maar wacht even, hier klopt iets niet. Dit heb ik al ergens gelezen. Of het is net alsof die twee verhalen in elkaar vervlochten zijn, maar samen kunnen ze niet waar zijn. En dat is zo ongelooflijk een leuke leeservaring. Dus ik heb het daarom ook meegenomen. Omdat het is maar een dun boekje. Het is 90 bladzijden. Maar je raakt ontzettend verrast door die omkering of die tegen... Twee verhalen die helemaal niet in elkaar kunnen passen. Dus in feite passen. De lezer bedriegen? Eigenlijk wel. Ja, dat is natuurlijk ook een vorm van literatuur. Hè? De lezer verbaast. Je hoeft niet alleen maar een heel mooi verhaal te schrijven dat iedereen on en roept. Maar natuurlijk ook op zo'n moment de waarheid als het ware verdraaien. Dat je daar een ontzettend leuk effect mee bewerkstelligt. Is dat ook iets waar jij mee speelt? Christine Hemrechts? Nee. Nee. Ik bedoel... Maar wel van hout, laat ik het dan zo zeggen. Als het goed gedaan is. Ik bedoel, zoals jij vertelt, heel enthousiast, krijg je zin om het boek te gaan lezen. Ik vroeg me alleen af of je het misschien niet verklapt hebt nu. Nee, want het mooie is dat aan het begin van het boek wordt dus al gezegd dat het meisje dood is. En dan staat er, en de rest is literatuur. Dus je weet dus je ook, bent op dat moment, gewaarschuwd. Je bent gewaarschuwd. Ja. De clue is eigenlijk al... Nee, die clue is het ook niet. Het gaat dus om die omkering die plaatsvindt. Ja, en dat is ook in het geval van Harry Mulisch het geval. Die schreef dat boek voor Boekenweekgeschenk 2000... en nam toen als uitgangspunt die affaire Vastbinden met Jules Croisset... die zijn eigen ontvoering anceneerde en zichzelf ook een dreigbrief heeft geschreven. Nou, wat Mulisch dan doet in dat boek, is dat hij dat gegeven neemt. Hij laat ook Croisset zelf, dat die dan natuurlijk een ander persoon is, die brief schrijven. En in het tweede deel, onder exact dezelfde omstandigheden, heeft juist iemand anders die brief geschreven. Maar alle personages en omstandigheden zijn gelijk. Dus je krijgt twee verhalen die exact hetzelfde zijn, maar toch niet. Dus ook die zijn niet in elkaar te passen. En dat zie je trouwens heel aardig op de voorkant van het boekje. Vermulis, ik hou hem ook even voor de camera. Ja, daarin zie je een roos in een soort constructie liggen met hout. Ja. Die aan de ene kant natuurlijk zo is zoals die is. En als hij in een spiegel ligt, lijkt het een heel anders. Lijkt het een 3D-effect te hebben. Dus twee dezelfde dingen die tegelijkertijd waar en niet waar zijn. Nou, dat is het gegeven van die boekjes. Dat is ontzettend leuk om te lezen. Dus ik kan het iedereen aanraden. Ja, en elkaar dus bedriegen. Ja. Voordat we hier mee stoppen alweer. Ja. Er is nog iets frappants. Vertelde je tenminste aan het...
voor de uitzending. Wat die twee boekjes betreft. Ik zei al van de eerste bladzijde van Bonsai staat... Emilio leeft, Emilia sterft, Julio gaat dood en de rest is literatuur. Ja. Wat wil nou het geval? Dat Mulisch aan het notabene op de laatste bladzijde van zijn boek zegt... en dat vond ik wel zo ongelooflijk frappant, dat wist ik zelf niet meer... maar dat was dan puur toeval, dat hij zegt... als het over mensen gaat, blijft er altijd een raadselachtige rest. Misschien is precies dat het verhaal. Dus de rest, die kun je zelf invullen. En dat is misschien ook wel wat literatuur moet doen. Hè? Hetgene wat niet meer te vatten is of te begrijpen is... dat kun je in een verhaal gieten. En het is wat uiteindelijk het leven van ons mensen zelf ook is. Ook dat wordt een verhaal. We leven het en tegelijkertijd wordt het direct al een verhaal. Namelijk het verhaal van ons leven. Dus ik vond dat zo'n mooie gelijkenis. Ik denk, nou, die moet ik nog even noemen. Heel goed. Ik heb Mulisch al gelezen, maar die ander, Alejandro Zambra, ja. Ga ik zeker lezen. Bonsai. Chileen dus, en het heet Bonsai. Dank voor je komst, okay. Michel Koornheef. Voordat we dadelijk naar...